goedemiddag. Het is zaterdag 18 juli en het is een uurtje of half zes. Waar we verwacht hadden vandaag toch nu een beetje in zwaar onweer te zitten, is de lucht gewoon nog blauw. Een paar wolkjes, meer is het niet. Het is vandaag ook niet super heet geweest. Dus dat is ook de reden dat we, denk ik, vandaag geen onweer hebben. Maar dat neemt niet weg dat het vandaag een topdag was. Ja, de weersmannen hier in Oostenrijk, maar ook in Nederland, die hebben toch een beetje ongelijk gehad. Want we zouden behoorlijk wat onweer voor onze kiezen krijgen. Maar wellicht roep ik wat te vroeg en krijgen we dat allemaal nog op ons dak vannacht. Maar ik vrees van niet. Maar dit is hoe het er vandaag in het Brieksental uitziet. Met recht voor me daar achterin heb je de Kitzbühelhorn. Nou, de thuisbasis voorin, dat is de camping in Brieksem in Talen. En als je hier echt bekend bent, dan kijk je hier echt recht voor naar het topje van de Gooralm met de afdaling Kantleralm. Nou, dat is op zich een hele mooie piste in de winter. Ja, vandaag kan je hem helaas niet doen, tenzij je wat wieltjes hebt onder je skis. Maar dit was het eventjes vandaag vanuit het Brieksental. En daar is het nog steeds. Top weer!